Kijk, waar was ik? Oh ja, het was wel een mooie tijd, die tijd. Ik had, was in de tweede. Ik had heel veel vrienden. Althans, ik dacht dat ik veel vrienden had. Daar kwam ik achter doordat ik op de wc zat. Ik zat op school op de wc. En dat is dan zo'n heel klein hokje. Ja, ik kan niet plassen bij zo'n urinoir. Dat kan ik niet. Ik kan niet buiten ook. Ik kan niet wild plassen. Ik kan vrij veel, dat kan ik niet. Dus ik sta bij zo'n wc en ben net klaar. En ik hoor twee klasgenootjes. Hoor ik de badkamer ingaan. Ja. En ik hoor die ene van, hey, ga je mee naar de bioscoop vanavond? Nee, zegt dan, ik ga naar Perry geld verdienen. Wat is dit nou weer? Dus ik heb mijn ouders gevraagd, hoe zit dat nou? Ja, het blijkt dat mijn ouders mijn vrienden betalen om aardig te doen tegen mij. Maar ja, ik zie nu ook al mijn vrienden zitten, dus ik weet sowieso dat ze 300 kwijt zijn deze avond. Echt een tip, als je mij nog niet kent, geef me zo een hand aan de bar en mijn pa betaalt je een drankje. Nou, oh, mijn tijd zit erop. Nee, het was wel een leuke mijn jeugd, ik heb een hele leuke jeugd gehad. Ik was wel, toen ik klein was had ik een hele enge film gezien, dat was een zombiefilm. En toen ben ik echt een jaar lang de schaduw van mijn moeder geweest. Ik durfde zelf niet eens meer naar de wc. Misschien dat daar van. Nou ja. En, maar toen zag ik een half jaar later, zag ik weer die zombiefilm. En toen kwam ik achter dat zombies alleen mensen aten, niet zombies. Dus toen ben ik een jaar lang als zombie door het leven zo gestruikt, zou ik zeggen. Ja, mooi hè. We hadden, in die tijd hadden wij ook een Joodse kinderlokker in de buurt wonen. En die vroeg mij steeds of ik snoepjes wilde kopen. Ja. Nou, ik ben ook verslaafd aan attracties. En dan vooral kermis. Kermis vind ik helemaal geweldig. En ik vind dan eigenlijk die mensen die daar staan, die vind ik helemaal lachen. Dan heb ik bijvoorbeeld een kraam. Dan heb je zo een kraam en dan heb je van die kikkers en die zie je zo vliegen, dus dan moet je op slaan. En dan staat er zo'n man met zo'n microfoon. Ja, dames en heren, komt u maar, sla die kikker op zo'n flikker, komt u maar. Ja, dat vind ik dan leuk. Dan heb je het reuze rat of botsauto's of dan heb je de octopus. Dat is zo'n attractie wat zo... Dat is spook hier. Dat is een attractie dat gaat zo op en neer en dat draait dan rond. Maar dat noemen ze dan de poliep. Ja, de poliep is een gezwel in je aderen. Ik snap dat je ziek van die attractie wordt, maar dan hoef je niet van de chemo. Oh. ja. ik was van de week woensdag was ik met mijn moeder was ik in Toemler. Dat is ook een stand-up gebouw. Dat is onder het Hilton, zullen we zeggen, waar de brood is. En er waren ook stand-ups bezig en die deden dan aan interactie met het publiek. En dat vonden de mensen leuk, dus dat ga ik ook lezen. Hoe heet u? Jim. Ja, te gek. Ja, verder dan dat ben ik nog niet. Nou, Roel Zevenburg, die ken ik dan wel. Van hem heb ik les. En ik zag hem afgelopen zomer heb ik hem op Lowlands gezien. Ik weet niet, kennen mensen Lowlands? Nee! Mooi. Dan kan ik dat ook weer uitleggen. Lowlands, dat is, zal maar zeggen, 50.000 niet vijfdagend wassende wannabe hippies, zal maar zeggen. Dat zijn echt gewoon mensen. Zal maar zeggen, de eerste dag heb je nog alcohol nodig om in enige extase te gaan. De laatste dag ga je gewoon naast een paar mensen staan. En je bent de hele dag klaar. Maar is wel grappig. Ik weet niet, kennen mensen ook de hiërarchie bij festivals? Nee. Ja, wel? Oh ja, gelukkig. Hoef ik dat niet uit te leggen? Nee, ik zal het voor de mensen even uitleggen. Als je dan bijvoorbeeld, nou oké, niet als je bijvoorbeeld naar Jan Smit of Kinderen voor Kinderen of Kabouter Plop gaat, dan heb je gewoon een kaartje en dan draai je het rond en dan je voet op de grond. Dat is niet, nee, festival, Lowlands bijvoorbeeld of Rock am Ring, dat is rock. Maar dan heb je verschillende soorten dansen ook. Dan heb je bijvoorbeeld hardcore, dat is dan met... Zo, die staan hard. Ja, maar dat staat het daar ook. En dat is eerst al aan het dansen. Of dan heb je drum en bass, dat is dan iets meer zo. En dan heb je rock, en dan heb je bijvoorbeeld een band staan, dan heb je bijvoorbeeld Metallica staan. Ja, dat kun je dan nog verstaan, dat is Master of Puppets on Polio Strings. Dan heb je het publiek, die helemaal zo uit een plaat gaan. Of je hebt gewoon onverstaanbare bands. Neem Slipknot, neem Slayer, dat gaat echt. Nou, dan heb je die op het podium staan. Dan heb je eerst een rij fotografen. Dan heb je een hek en dan heb je een soort barricade van 15-jarige meisjes die die tekst helemaal kennen. Die staan echt... Oké.
Dan heb je daarachter een soort rij van bodyguards bij, of bij die meisjes horen, of die, ja, die houden dat hek zo vast en die staan brede gasten. Kijk af en toe naar achteren waar het geduwd wordt. Die kunnen een beetje meepraten. Ik denk dat die gasten gewoon proberen om die tent te regelen waar die meiden in liggen, weet je wel? Want ja, ik weet hoe een jongen een tent opzet. Dat is kut. Ik heb 2 jaar geleden... Ja, ik ga het wel vertellen. Ik heb 2 jaar geleden met een vriend samen... Toen hadden we ook een tent staan, waar het had geregeld, het hele ding was ingestort. Toen hadden we ook gewoon gezocht naar een beetje een vrouwelijke tent. Dus we hadden zo'n roze tent gevonden en wij gaan erin liggen. Worden we 3 uur later gewekt door 2 gasten van 50. Niet leuk. Maar waar was ik ooit? De hiërarchie op het festivalterrein. En dan heb je dus die gasten. En daarachter heb je dan de pogo of de pit. En de pogo, dat is, de pogo is leuk. Dat is gewoon my United States of whatever. Een beetje springen, een beetje. Daar mag je nog lachen. En dan heb je de pit. En de pit, als je ooit de pit ingaat, heb ik even wat regels. 1, geen losse voorwerpen. Dodelijk. 2, kijk boos. 3, kijk niemand recht in zijn ogen. Want wat er gebeurt, is echt niet overdreven. Die band die staat aan het spelen en jij staat... Nou, zo sta je dan. Het is vermoeiend, maar wel leuk. Maar wou ik ook weer heen met dit verhaal. Oh ja, dan heb je ook nog de pool. Ja, ik ga hem nou gelijk even dokter anders brengen. De pool, dat is een soort grote... ja, je gaat rondjes draaien, maar dan niet om jezelf, maar echt groot. Echt diameter 15 meter. En dan ga je als een soort hossende, beukende, springende polonaise ga je dan tekeer. Of je hebt... Jeetje, ik ben buiten adem, jongen. even weer spelen. Yes. Ja, jullie denken dat water is. Gewoon je jenever. Nee. Maar, en dan heb je de wall. Dat is de laatste die ik uitgelegd voor vanavond. De wall, dat is... nou, dan zeggen ze dat. You know the wall. En wij dan, hey. Dan zeggen, okay, oh, come forward. En dan beuken wij als het ware richting die 15-jarige. Duurt het ongeveer 20 seconden voordat de eerste flauw valt. Heel leuk. Heerlijk. En dan zeggen ze, well, turn around. En dan draai je om en dan zie je daar allemaal gasten. Dat is wel leuk, Slipknot, maar Kenneth staat niet. Hebben dat soort mensen staan? En dan, ik weet niet, kennen mensen Braveheart? Dat is op een gegeven moment, ja? Dat is op een gegeven moment dat de Schotten, dat is Braveheart dan, tegen de Britten, de Engelsen, inrennen. En dat gebeurt daar dus ook. Massacre, dus dan, ready, en dan, wee! Nou mensen, ik vond het wel weer leuk geweest voor de eerste keer. Ik hoop dat jullie het net zo van genoten hebben als ik. En hier is hij dan weer, Roel C. Vermullen! Ben je dames en heren?